Ja, die eerste, ik wilde gewoon heel graag echt verder gaan met video's, maar was vastgelopen. Ik had eigenlijk een weekend daarvoor gevolgd. Dat was onderdeel van een opleiding die ik deed. En toen, ja, ik merkte gewoon dat ik toch niet verder kwam. En achteraf weet ik waardoor, omdat het gewoon te hoog gegrepen was. Het was te serieus en niet praktisch genoeg. Ik ben heel praktisch. Ik wil dingen eerst zelf beheersen voordat ik ze eventueel uitbesteed. En toen heb ik jou gevonden. Dus jij kwam voorbij en ik dacht, oh, wat een leuke energie. En ook nog eens met smartphone, dus niet met mijn camera. Daar liep ik ook tegenaan dat mijn goede camera van Samsung, die had geen microfoon. Externe microfoon mogelijkheid. Dus ik moest eigenlijk iets nieuws gaan kopen. Ja, toen kwam jij met een zo'n hele fijne opmerking van, ja, met je smartphone en dat is fantastisch. Dus ja, dat was echt voor mij de reden om voor jou te kiezen. Ja. Ik vond het heel fijn dat ik leerde monteren. Dus dat ik nu eindelijk mijn eigen filmpjes kan opsplitsen of een stukje aan het begin eraf kan halen. Dat gaat heel vaak even verkeerd. En een muziekje eronder, heb ik laatst ook gedaan. Dat vond ik echt gaaf gewoon. En tekst erin of mijn logo. Ja, dat zijn toch dingen die ik wel belangrijk vind. Ja, dus dat was voor mij echt belangrijk. Ja. Deze dag, die geeft je gewoon zelfvertrouwen. En ook het gevoel dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Dus dat je het gewoon zelf kunt. En ik heb daarvoor, liet ik filmpjes maken, ook met klanten. En dat kostte me 200 per stuk. Dus dan was de cameraman, en die deed het echt fantastisch. Natuurlijk wel anders dan ik het nu doe. Maar ja, weet je, het is wel elke keer €200. En ja, nu kan ik het gewoon zelf. Dus ja, ik denk dat mensen gewoon moeten komen dan naar jou dan. Ja. Ja, leuk. Je bent heel helder in je aanpak. Dus wat ik die dag ook leuk vond, is dat je ook een deel van dat online, van die online training ook laat zien en echt gebruikt als leidraad. Toen had ik echt zoiets van, oh, dat is wel echt heel goed over nagedacht en heel stapsgewijs. En ik kan het thuis nog weer even nakijken, weet je. Dus als ik wat wil opzoeken, dan heb ik het.